ja, moet ik het in deze dagen opnemen voor een Duitser. Ja, en dat is Christian Drosten, top viroloog in Duitsland. En die heeft gewaarschuwd voor een tweede golf van de corona. Die zegt, jongens, kijk nou uit, want straks komt het nog zwaarder. Die corona, die komt, dat virus komt, woep. Want het virus, dat zit overal nog, zegt hij. Dat gaat niet weg. Die houden overal ook nog koekoeriepiek. Die springen nog van de een naar de ander. Dus kijk uit, zegt hij. Alles wat we nu hebben opgebouwd met elkaar, alles wat we nu hebben gewonnen de afgelopen maanden, dat moeten we niet in één keer weggeven nu. Daar waarschuwt die man voor. Die zegt, de tweede golf gaat komen. Ik hoorde niks over. Ik hoorde niemand over in Nederland. En straks, dan zal je het zien, dan gaat deze Duitser, ja, die Drosten, die gaat zeggen van, ja, ik heb jullie gewaarschuwd. Ik heb het gezegd. Niemand heeft naar mij geluisterd. En nou zitten we met die tweede golf. Want hij zegt, die kan zo verschrikkelijk erg worden, want het wordt erger dan wat we nu hebben. Dat we met ontsmettingsmiddelen door de straten moeten gaan terwijl iedereen binnen zit. Maar ik hoor ons kabinet daar niet over. Kijk, want Rutte is alleen maar bezig met zoet houden en koest houden. Daar is hij nu mee bezig. Koest houden, want er is natuurlijk gerommel en gemorrel onder het volk. Ja, ze worden opstandig. Ze hebben er geen zin meer in. Dus hoe gaan we de boel een beetje koest houden? Nou, dan geven we een beetje een kleine versoepeling links en een kleine versoepeling rechts. En we geven, zoals zij dat noemen dan, een stip aan de horizon. En dan geven ze nog iets van perspectief. Dat is toch ook op de gillen van het lachen. Ja, want dat is dan voor de mentale gezondheid van de bevolking. Ja, kijk, dat is allemaal zoet houden. En weet je wat we gaan doen? We gaan ook geen regels opstellen. Nee, we geven denkrichtingen. Denkrichtingen? Hoe kom je daar nou bij? Gewoon, we gaan linksaf of we gaan rechtsaf. Net als met die mondkapjes. Ja, als je die zin in hebt, dan doe je hem maar om. En als je er geen zin in hebt, dan doe je het niet om. Nee, wel een mondkapje of geen mondkapje. Zo was het bij mij thuis vroeger ook. Mijn moeder zei gewoon van, en dit eet je op en dan at je het gewoon op. Punt. Klaar. Hoe simpel kan het zijn in het leven? Nee, dat doen we niet. Het is allemaal schipperen. Het is allemaal zoet houden. Het is allemaal koest houden. En intussen dat het kabinet zegt, die topviroloog in Duitsland, die man, ja, die waarschuwt ons. Want die zegt, ga niet terug naar het normale leven. Dat is wat hij zegt. Ja, kabinet, dat moet je vertellen. En niet al dat gedraai en gedoe en noem het allemaal maar op. Dus, ik zeg het nogmaals. Wij wachten maar op één ding. Vaccin!